Welkom bij een nieuwe 11 Insiders International, deel 2 al ondertussen vandaag. Zonder Dave Peters, want Dave die kan er niet bij zijn. En dus zullen jullie het met mij moeten doen vandaag. En we gaan het hebben over La Liga met Philippe van Wallen, met Wesley Sonck en met Tony Freire. Welkom allemaal. We gaan beginnen met jou, Tony. Wie ben je en waarom zit je hier? Laten we daar eens even mee starten. Ja, ik ben voorzitter van de FCB World Penguins Federation. En dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor alle supportersclubs buiten Spanje voor FC Barcelona. En over hoeveel clubs hebben we het dan? 145 ongeveer. 145 wereldwijd. En hoe word je dan voorzitter van zoiets? Ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Dus ik ben Catalaan, ik ben in Barcelona opgegroeid. En van jongs af aan altijd de club gevolgd, altijd daar geweest. Toen we de trainingen nog buiten konden gaan kijken, gemakkelijk. Na de Olympische Spelen was er geen werk. En toevallig ben ik dan op een bepaald moment iemand van het bestuur tegengekomen die iemand nodig hadden die wel Engels kon spreken. Dan mijn eerste contacten gelegd binnen de club. Naar België verhuisd. En met de jaren is die contacten blijven bestaan. En dan ja, in één keer de kans gekregen om dat te doen. En is dat dan als vrijwilliger? Dus als vrijwilliger, ja. Je krijgt wel een compensatie voor bepaalde dingen die je moet doen binnen de club. Dus ik moet reizen, ik reis ook de wereld rond. Ik reis ook samen met de veteranen van de club vaak. En dan word ik wel gecompenseerd. Maar voor de taak van enkele supportersclub, dat is vrijwilliger. En ga je dan heel vaak kijken? Is dat dan wekelijks? Is dat maandelijks. Maandelijks, ja. En nog geen... Dus deze maand ben ik 3 keren moeten gaan. 3 keren moeten gaan? Ja, met de algemene vergadering van de club. Ben ik 2 keer moeten gaan en dan de Classico ben ik blijven kijken. Hè, dus. Dat was iets minder, zeg. Ja. U beleeft een moeilijke periode, kan ik me voorstellen, niet? Ja, als supporter is dat niet de plezantste periode voor mee te maken. Maar ik moet ook zeggen dat degenen die wel wat ouder zijn, in vergelijking met de jonge supporters, we weten dat er goede en mindere goede tijden zijn. En dat we daar altijd terug uitkomen en dan weer een goede seizoen beginnen. Dus. Ja, dat is toch ook eigenlijk een fulltime job dat je hebt? Ik ben er bijna constant mee bezig. Ik wou net zeggen, dat kan toch niet anders. Je onder 45 supportersclub moet. Ja, dus. Maar ik heb een team rond mij, dus ik heb een verantwoordelijke in elke continent ook die daarvoor een deel de taak overneemt. Dus dat maakt het wel gemakkelijker. En dat zijn dan minstens 145 mensen dan in dat team? Eentje voor elke club? Nee. Dus de groep die wij... Dus de Peñas hebben elk hun eigen bestuur. Dus Peñas is een supportersclub in Catalaan. Maar in de federatie, ons bestuur is van 10 man. En daar heb ik in elke continent heb ik 1 verantwoordelijke. Dus 1 verantwoordelijke voor Afrika, Noord-Amerika. En op die manier dus overal. Een straf. Amai. Hoeveel zijn er in België? 5 supportersclub. 5 supportersclub? Ja. Gent, Genk... de Duitsstalige, nu ben ik de naam vergeten. Eupen, Luik en Knokkeheis. En Knokkeheis, toch? Ja. En heb je dan al spelers ontmoet? Regelmatig. Ik vergader 3 à 4 keer per jaar met de kapiteinen van de ploeg. En dan sommigen door de jaren heen, dus ook, ik ga niet vrienden zeggen, maar toch dat je daar contact mee heb. Dus... Shakira ook? Nee. Nee. Ik heb haar vaak gezien. Ja? En dat is de enige match waar ik in het stadion gezeten heb. En zij zat 3 stoeltjes langs mij. Ja, man. Dat ik me betrapte dat ik meer naar haar was aan kijken dan naar op veld. Maar, ja. Denk niet dat iemand je dat zo kwalijk neemt. Nee. Zelfs mijn vrouw begreep dat. Zelf je vrouw zelf mijn vrouw begreep dat, ja. Ja, super. Ja. En dan heb je Messi al ontmoet. Ja, verschillende keren. Ik heb een anekdote met Messi. En dat was de eerste jaar dat hij begon van de B naar de eerste ploeg zo wat mee te trainen. We hadden dan een ontmoeting met de leden van Peña Fanatiek. Dat zijn die van Genk met de spelers. Maar toen was Ronaldinho de grote ster. En we waren de training aan kijken. En iedereen wilde een foto met Ronaldinho, Deco. Die mannen die toen echt gekend waren. En Messi was daar rond aan lopen en ik kon op zijn gemak rondwandelen. Niemand kende. En mijn vrouw die zei tegen mij van Tony, maak je een foto met die jonge gast daar? Want die staat daar zo alleen. En ik zei, ja, nee, ik moet Ronaldinho hebben. En uiteindelijk door de gezag van mijn vrouw toch de foto gaan maken met hem, wat nu eigenlijk een van mijn mooiste foto's is. Hè, want geweldig. Dat was juist voor de sprong naar de eerste. Maar Ronaldinho wist dat toen al, hè? Die wist dat toen al. De gerucht is dat Ronaldinho naar de B-ploeg vaak ging kijken om Messi te zien voetballen. Dus die was zeker dat dan toen een van de grote gingen worden. Ja. Dat is iets om jaloers op te zijn, hè, Wesley, Messi ontmoeten. Ik wou dat ik dat ook kon zeggen. Ik heb hem al heel vaak van dichtbij gezien. Ik heb ook via Thomas Vermalen ben ik in Barcelona een paar keer geweest. Maar ik heb er, ja goed, ik kan er niet tegen spreken, maar ik spreek Spaans. Ik weet niet of dat zijn Engels goed is, maar soms loopt hij een meter voorbij. Ik heb ook eens een heel mooi verhaal in Barcelona. Op een gegeven moment waren wij
moesten wij na de wedstrijd moesten wij richting de personen gaan. En wij liepen gewoon door de kleedkamer. En ik denk dat dat met Wilfried Mostings was. En Wilfried en ik, wij stonden gewoon voor de kleedkamer van Barcelona. We stonden gewoon voor de deur. Wij moesten daar niet zijn. En Iniesta kwam buiten en hij gaf ons een hand. Dus om wat te zeggen, ja. En sprak hij Engels? Nee, die zei gewoon goeiedag. En voor de rest was... En iedereen zei, wie is die gast daar naast de Wesley, of wat? Dat zijn van die dingen dat je dan meemaakt. Maar zo heb ik dat ook al meegemaakt in het PSG. Top, bijvoorbeeld. He? Dat zijn van die onnozele tijden dat je meemaakt tijdens die reizen dat je dan doet, inderdaad. Ja. En dat je dan verdwaald geraakt in een groot stadion. Dat was in het begin. Hè. En dan ineens liepen wij daar aan de kleedkamer. En ben je dan nog onder de indruk? Want ja. Nee, eigenlijk ben ik dat nooit geweest en ik zal het ook nooit zijn. Ik kan niet onder de indruk geraken van een voetballer. Maar het is omdat je zelf een voetballer bent. Ja, ik kan dat niet. Het is omdat ik kan wel onder indruk zijn van wat Messi doet op een veld. Dat is iets helemaal anders. Maar ik kan nooit onder de indruk zijn als die... Van de persoon. Ik heb al vaak gehad dat mensen worden helemaal zot als Messi voorbij komt, of Ronaldo, of noem maar op. Dan denk ik, maar jongens... Maar als ze dan puur naar hun voetbaltechnische dingen... Ja, dan denk ik van, wauw, ik heb daar ook gestaan. En ja, dan ben ik van de prutser. Hè. Ja, zo, dat is het eigenlijk. Dus daar kan ik wel verwonderd naar kijken. Mm-hmm. We gaan het even hebben over de actualiteit. Ik vind, als ik een opmerking mag geven op wat je juist zei, ik vind dat een tendens van de laatste 20 jaar. Vroeger was dat gemakkelijker een speler als supporter. Te benaderen een speler dan tegen nu... te komen in de stad of waar dan ook. En nu tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Hè. Die... zijn allemaal zo afgezonderd en die krijgen een andere status dan 20, 25 jaar geleden. Ook, En dan heb je die effect van bij de jonge mensen dat Messi komt langs of Iniesta. Of... Maar ik heb dat ook nog gehad met Maxwell bijvoorbeeld. Bij Maxwell wel ook aan bezoek in Barcelona. Dat zaten wij in het restaurant naast Abidal en zo. Ja, voor die mensen die zeiden, oké. Maar ik kan me dat wel voorstellen, maar Messi is iets apart natuurlijk. Maar weet je wat ik door de jaren heen ondervonden heb? He? Dat is... Hoe groter de vedette, de star, hoe groter dat ze zijn, hoe bekender, hoe simpeler dat ze zijn. Ja. En dat zijn al die pseudo-starletjes, zal ik zeggen, die het meest gesten hebben. En dat heb ik door de jaren heen al gezien. En de echte toppers niet dan? Echte toppers blijven toppers. We gaan het even hebben over de actualiteit. Koeman die is ontslagen bij FC Barcelona na 15 maanden. Is dat een goede zaak? Voor Barcelona. Dat is een vrij goede vraag. Voor Koeman zelf natuurlijk als niet. Als supporter van Barcelona heb ik gemengde gevoelens met Koeman. En die zijn? Zeg, de eerste is, voor ons is dat een icoon. Dus de man die ons de eerste Europa Cup beker, de eerste Champions League gegeven heeft naar Barcelona. Een heel belangrijke speler in de geschiedenis van Barcelona. En de andere is de moment dat hij in de club is gekomen, nu als trainer. Ja. Dus als supporter denk ik, moet hem altijd dankbaar zijn dat hij Barcelona gepakt heeft als trainer in een moment dat iedereen wist dat het slecht ging. Niet alleen met de spelers die we hebben en met het systeem van voetballen, maar ook economisch en sociaal of institutioneel. Wat de club is, hè, daar draait het niet goed op het moment. En dan moet je dankbaar zijn wat hij gedaan heeft. En ik denk ook dat hij het beste heeft gedaan met wat hij kon doen, met wat hij had op het veld. Dus, is dat zo? Ik vind dat wel. Ik vind dat een zeer, zeer goede analyse. Ik heb hem zelf al gehad als trainer. Maar ik denk dat het vooral de afgelopen jaren is. En ik zeg dat al een paar jaar en ze lachen mij daarmee altijd uit. Maar ze hebben niets vernieuwd. Ze hebben nooit gedacht, de mensen die dan de club leiden, over wat als Messi stopt. De Piqué's die weer geblesseerd is uitgevallen, heb ik gezien. Sommige transfers. Dus niet nagedacht over het feit hoe kunnen we de fantastische talenten die daar nu zijn in Barcelona omringen, zodanig dat Barcelona altijd Barcelona blijft. Dit Barcelona van vorig jaar, en gelukkig was Messi er nog, maar dit jaar is niet het Barcelona dat we kennen. En ik praat alleen over het sportieve, hè, want al de rest... Maar het is wel natuurlijk de club, de leidinggevende mensen die de spelers aanwerven. Hè. Mm, een beetje het tijdperk dat Real ook heeft meegemaakt, vlak na Ronaldo. Of nog erger. Ja, Madrid heeft het niet gehad. Hij heeft nog Champions League gewonnen na het vertrek van Ronaldo. Ja, ik ging net zeggen. Ja. Ja, dat was ook een grote aderlating. Hè. Als je Ronaldo... Ja, dat is... Maar hij is ook... Ja, zij hebben dat opgelost door toch nog...
en een goede mix van, mm. Van hun eigen spelers van Real. Ja. Met een paar aankopen, aankopen te doen, zodanig dat die ploeg, misschien wat minder, maar toch nog altijd op een deftig niveau blijft. Ik vind, like je zegt, zijn analyse heel correct. Klopt. Te weten dat, dat Koeman kiest voor zijn liefde, voor Barcelona, en dat hij een comfortabele positie zet op dat moment bij Nederland. Ja. Dat vind ik het... een getuige van respect dat je zegt van ik kies voor mijn liefde voor Barcelona, alhoewel dat hij in een goede positie zit met de nationale. Mm-hmm. Ja, ja. We gaan dat even doorspelen naar een Nederlander, want Jurie Mulder die is er ook bij vandaag. Dag Jurie. Hi, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zo in Nederland? Vonden ze dat Koeman, hij is vertrokken bij de nationale ploeg, waar hij in een comfortabele positie zat, inderdaad. Wat vonden ze daarvan, van dat vertrek naar Barcelona? En hoe kijken ze vooral nu naar zijn ontslag? Nou, ze begrepen dat vertrek hartstikke goed, omdat iedereen wist dat het zijn droomjob was. En dat hij die droom heel graag achterna zou willen gaan. Dat heeft hij gedaan, ze hebben hem laten gaan. En ik geloof dat hij dat destijds ook in zijn contract had staan. Het is er niet van geworden, de droom is niet uitgekomen. Het is als een soort van nachtmerrie uitgespat. Maar jullie hadden het net over het beleid van de club. En het beleid van de club is natuurlijk al jaren niet goed. Hij heeft in één keer veel te veel op zijn bord gekregen. En met een selectie die waar voorin geen snelheid zit. Ook door blessures, Ansu Fati bijvoorbeeld. Spelers uit vorm, Griezmann die nooit gebracht heeft wat hij kon brengen. Het vertrek van Messi. Een verouderde verdediging met middenveld. Busquets die het natuurlijk nog wel heel goed doet in Spanje, in het Spaanse elftal. Maar bij Barcelona ook met langzame spelers zich moet omringen. Ja, is het gewoon het spel. Hij heeft gewoon te slechte spelers gehad. Maar hem valt ook wel iets te verwijten, denk ik, in de spelers die hij gehaald heeft. Hè? Zoals Depay bijvoorbeeld. Hè? Zoals Depay bijvoorbeeld. Of Frenkie. Maar Depay denk ik niet. Maar ik denk bijvoorbeeld Luc de Jong, de laatste aankoop. Dat is natuurlijk ook noodgedwongen, omdat er geen geld was. Maar bijvoorbeeld iemand als Dest. Nou, die heeft het wel aardig gedaan, maar is geen Barcelona-speler. Dus dat zijn wel... Ik denk dat hij... het ontslag zag iedereen wel een beetje aankomen natuurlijk. Mm-hmm. Over Depay, Wesley, is dat een Barcelona-speler? Nee, ik vind dat niet. En ik heb wat Jurie net ook zegt. Ik denk, zonder financiële problemen had Depay nooit bij Barcelona gezeten. Ja, en wat ontbreekt hem dan om een echte Barcelona-speler te zijn? Barcelona-aanvallers hebben altijd klasse te veel. Snelheid, wat Jurie net ook zei. De snelheid, dat heeft hij niet. Mm-hmm. Dat heeft Luc de Jong zeker ook niet. Dembélé die heeft dat wel. Maar die is altijd geblesseerd. En nu met Kun Agüero, dan haal je al iemand die vorig jaar bij City ook al nooit kon mee. Een reservewiel. En nu is hij weer uitgevallen door hartritmestoornissen, hoor ik. Dus het beleid van de club de afgelopen jaren... ik ben ook een Barcelona-watcher geweest de laatste jaren, maar meer een Messi-watcher. Maar daarom keek ik elke week naar Barcelona. Dus het deed me ook pijn als ik ze live zag onlangs op Benfica en thuis tegen Bayern. Dit is niet het Barcelona dat ik ken. Maar ik heb een vraag voor Jurie in feite. Hing de toekomst van Koeman er anders uit gezien als Messi was gebleven, denk je? Nee, ik denk het ook niet. Ook ik denk niet. Wel als dat de toekomst er anders uit had gezien als de voorzitter die hem gehaald heeft zou zijn gebleven. Ja. Het is natuurlijk ook een politieke club. Mm-hmm. Hè? En dus de coach die door de vorige voorzitter is gehaald, die is gedoemd tot mislukken. Ja. En je ziet nu ook met Xavi dat Laporte zich een enorme bocht wringt om Xavi, want Xavi was namelijk eigenlijk het lievelingetje van Fonte. Ja, hè, dus de concurrent van Laporte. Nou ja, maar goed, dus dat was... Kijk, het tijdstip waarop Koeman is ingestapt is eigenlijk is te vroeg geweest. Hij had eigenlijk beter kunnen wachten tot de ellende van Bartomeu. Alleen, ja, natuurlijk. Die kans had hij eerder voor gedaan. Leven om coach van Barcelona te worden. En nu dacht hij... Ik ga het nu doen. Dit wordt misschien de laatste kans. Ik moet het nu doen. Ja. Alleen ja, hij is... Het is gewoon het verkeerde moment. Verkeerde plek. Op de verkeerde tijd. Tony, ik zie je knikken. Ja. Nee, ik ben volledig eens met wat jullie zeggen. Maar ik denk ook,
toen juist zeggen van de aankopen, maar dat is ook door de financiële toestand dat de club zich vandaag bevindt, dat die aankopen moeten doen en op die manier gaan de ploeg op veld zetten. Mm-hmm. Maar het andere probleem dat wij hebben, dat voor mij zelfs groter is dan de sportieve, want de sportieve is wat de fans zien op elke weekend bij de match of bij de Champions League. Maar het sociale bij de club. Dus op het moment, er is een economisch probleem bij de club, maar er is ook een sociale probleem. Want bijvoorbeeld over Koeman, huidige voorzitter Laporta, tijdens de verkiezingen zei hij, maar hij wou Koeman niet. Hij had al gezegd, van als wij winnen, is Koeman niet de trainer die bij Barcelona gaat blijven. Dus iedereen wist, van het gaat niet lang duren dat die trainer ontslagen gaat worden. Hij had een poging gedaan, maar er was geen akkoord met Koeman voor zijn ontslagvergoeding te betalen. Dus had hij geen keuze en is Koeman iets langer kunnen blijven, omdat de ontslagvergoeding niet is kunnen betaald worden. En in verband met Xavi, iedereen zegt Xavi gaat komen, maar is dat wel de juiste moment voor Xavi voor te komen? Want hij gaat dezelfde situatie meemaken als Koeman. Wel, dat is iets wat ik al meteen wil opgooien. Is Xavi de ideale opvolger? Want zoveel heeft hij nog niet bewezen. Enkel bij Al-Sadd in Qatar. Wat ik mij afvraag, de afgelopen jaren, die financiële situatie, hoe dat kunnen komen. Dus een ploeg zoals Barcelona, dat kan ik niet begrijpen. Zoveel kwaliteit. Jawel, eigenlijk is dat een heel gemakkelijke... En dat is iets wat ik zie gebeuren, dat ik nog ga zien gebeuren bij andere clubs. Want je hebt in de laatste 10, 15 jaar een nieuwe trend in de voetbalwereld, zie ik. Hè? En dat zijn die staatsclubs. Een club like een City, een club like nu een Tottenham. Of, die hebben de miljoenen wat ze willen. En de andere clubs, zoals in Barcelona of in Real Madrid ook, hè, want Real Madrid is ook een VZ-wiel in Barcelona, die hebben andere regels voor aankopen te doen. Dus een City, als die geld nodig heeft, die kan zijn eigen sponsor oprichten in de land van waar die zijn. En die hebben een nieuwe sponsor en in 6 maanden hebben ze die kapitaal binnen. En de fair play-norm... Ja, en zomering. Is omzeild. Ja. Clubs zoals Barcelona, andere clubs die kunnen dat niet doen. Ja, maar ik bedoel ook sportief. Hè. De financiële situatie is er ook gekomen doordat je bijvoorbeeld Griezmann haalt, Dembélé haalt, Coutinho haalt en heel veel geld eraan uitgeeft. Maar daar wil ik naartoe gaan. Hè. Ja. Omdat de lonen dat die ploegen geven aan hun spelers en de geld wat zij kunnen opmaken aan transfers, dat kunnen de andere teams niet doen. Dus wat is de fout wat Bartomeu, de vorige voorzitter, gedaan heeft, is de spelers eigenlijk met hun loon te willen houden. Maar als je dan een opslag geeft naar een Busquets en je brengt hem naar een categorie loon die veel hoger is dan wat hij normaal zou hebben, dat is een rij spelers die omhoog moeten gaan. Hè? Van onder en van boven. Ja. En zo is de laatste jaren gebeurd bij elke vernieuwing van contracten. Want als je bij Barcelona kijkt, om de jaar, 2 jaar hadden de spelers nieuwe contracten. Want anders waren die weg. Je kon die spelers niet houden. Ja. En dat is een probleem dat ik zie gebeuren in een korte periode bij andere teams ook. We gaan dat even doorspelen naar Jurie Wilder. Jurie, hoe zie jij de toekomst voor Barcelona op korte termijn en ook op lange termijn? Nou, kijk, ik maak me soms wel eens een beetje zorgen. Heb ik me wel al eerder gemaakt en zei daar niet om het post-Messi-tijdperk. Kijk, zelfs de stad, hè, alles leunde op Messi, niet alleen die club, maar ook bijna het hele toerisme van die stad. Er kwamen van heinde en verre kwamen de mensen naar die wedstrijden kijken. Hij moest, als hij rust kreeg, dan was het ook alleen maar in een uitwedstrijd. Thuiswedstrijden speelde hij altijd. En kijk, als je nu afgelopen zaterdag zag tegen Alaves, een vriend van mij was in het stadion, hij zegt, er zaten 30.000 mensen. En dat is wel... En waarvan 10.000 Zuid-Koreanen ook nog. 10.000 toeristen. Dus nee, maar 20.000 Barcelonezen nemen de moeite om een kaartje te kopen en naar het voetballen te gaan. En dat is wel iets wat... Ja, die financiële situatie, als die niet beter wordt... En die moet beter worden door inderdaad kaartverkopen. Televisierechten is natuurlijk enorm in Spanje. Maar ook Champions League, als ze dat niet halen... En ze kunnen niet weer aansluiting krijgen door ook goede spelers te krijgen. Dan gaat het misschien langer duren. Dus het maakt me wel een beetje zorgen, ja. Mm-hmm. En dan nog een laatste vraagje. Heeft Ronald Koeman nu imagoschade geleden in Nederland? Nou, nee, niet zo. Want kijk, ik vind ook Koeman, ook in Spanje, zelfs nu direct na de wedstrijd van Alaves, zeiden ze al, Koeman kan er niks aan doen, want het is... Net zo. Dus het zit er niet in. Koeman heeft van het ploeg gehad. Hij heeft heel veel blessures gehad. En wat Koeman heel goed heeft gedaan, en dat werd in de Spaanse kranten, vooral naar die Nations League geschreven. Marca schreef, dankzij Koeman hebben we die Nations League gewonnen. Omdat Koeman heeft namelijk die jonge spelers
allemaal een kans gegeven. Hè? Dus hij heeft wel ook een aantal dingen gewoon hartstikke goed gedaan. Kijk naar Gavi, als je kijkt naar Pedri, Ansu Fati. Die was er misschien al nog, maar die andere jongens die hebben wel onder hem gedebuteerd. Mengeza. Dus dat is wel hartstikke goed geweest. Nee, hij heeft geen imagoschade opgelopen. En hij is een miljoentje of 10, 12 rijker. Dus, dat is ook niet slecht. Is hij daar ook niet slechter van geworden. Oké, Juri Mulder, bedankt voor hier bij ons te zijn. En veel plezier verder. Nog met alles wat je nog doet. Dag, best. Dank je wel. Doei, Filip. Doei. Dan gaan we even door nog over Barcelona. Over de interimcoach die nu is aangesteld, Sergi Barjuan. Een man met een gigantisch verleden bij de club natuurlijk. Ik lees hier 3 keer Spaans kampioen, ja. 2 keer ook een gewonnen. Ook een legende, speler van de Dream Team met Cruijff. Dus, tevreden? Het is een tijdelijke trainer. Hè. Het is niet een trainer die je verwacht voor een ganse seizoen en die de titels gaat brengen die je verwacht. Of die de wissel gaat doen binnen de club die nodig is. Waarom niet? Zou dat niet kunnen? Ik denk het niet. Kwalitatief, nee? De groep is niet veranderd. Niet genoeg. We hebben het al heel vaak gezien, overal waar als ze switchen van trainer. Ja. Dat kan een keer gebeuren, maar in de meeste gevallen... Ja, de opvolger is daar al op de knoek. Het is niet alleen een trainer hebben die zijn werk kent op het gebied van waar moet ik de spelers zetten, we gaan deze tactiek spelen, maar dat is ook een trainer die een kenteling moet brengen binnen de kleedkamer. Ja, ja. En dat zie ik niet gebeuren met hem. Nee? Maar het is wel al gebeurd, bijvoorbeeld in andere Europese topclubs. Pioli bijvoorbeeld was interim trainer bij Milan, die is ook aangesteld. Geweest. Dus het kan wel in principe. Ja, maar ondertussen is de situatie daar ook al heel veel veranderd. Dat is ook waar. En de vraag is, en wat jullie opmerkten ook na het post-Messi-tijdperk, hebben ze daar überhaupt aan gedacht dat hij op een dag ging stoppen of weggaan? Dat is de vraag die je moet stellen. En dat is vooruitkijken in een club. Want laat ons eerlijk zijn. Zo iemand is niet te vervangen. Nee. En dan moet dat moet opgevangen worden door andere mensen. Maar goed, dan speelt financieel een heel belangrijke rol. Ja. En wat je uitlegt van die VZW en andere clubs. Dus dat is niet evident. Dacht jij dat die ging vertrekken? Ooit? Ja absoluut. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ik volg dat ook. Bij Barcelona ook. Vorig jaar had hij zelf gevraagd te vertrekken. Ja. Wat de meeste Barça-supporters dwars ligt... is niet dat hij vertrokken is, dat sowieso, want zo'n speler kun je niet zomaar vervangen, maar hoe hij vertrokken is. Dus wat er gebeurd is met zijn vertrek. Want uiteindelijk is niet Messi die gezegd heeft, ik stop, dat hij de jaar daarvoor deed, maar dat de voorzitter gezegd heeft van, nee, je moet weg. En dat zit de mensen meer dwars. Daarom was ook zijn afscheid... Daarom is er geen afscheid geweest. Dus... Ja, en ook het feit dat hij uiteindelijk, dus het nieuwe seizoen begint, is niet weggegaan. He, dan dachten ze van, maar goed, op een gegeven moment kon hij niet meer tekenen. Die financial fair play ook. He. Dus dat was ook een van de. Nee, maar dat is een fabeltje dat de wereld ingegooid is door Marca. Maar en dat was toch niet dat was toch waar. Het geval? Nee. In tweede klasse, voor tweede klasse is dat een hoe zeg je dat in Nederlands? Een clausule, een norm, een regel. Een clausule, ja. Wat zegt dat een speler die een nieuwe contract krijgt, moet de contract minimum 50% zijn. Van de laatste contract wat hij gehad heeft. Ja. En dat was voor tegen te gaan misbruik wat er was geweest in de Spaanse voetbal en allemaal. In eerste klasse is die clausule niet geldig. Dat is alleen voor tweede klasse. Huh. Dus Messi, die had gratis kunnen spelen, zelfs bij Barcelona. Maar wat mij vertelde is van iemand heel dichtbij bij Messi zelf, is dat zij waren, dat is de vader van Messi, en zijn advocaat waren naar de vergadering gegaan met de voorzitter voor de laatste details van de contract en dat daar het horen gekregen hebben van het gaat niet. En dat Jorge, dan, de vader van Messi, dan gezegd heeft van wat is nodig? En dat ze als antwoord gekregen hebben van nee, het gaat niet. Hij moet vertrekken. En dat is dan de voorzitter die dat gezegd heeft? De voorzitter en de ondervoorzitter die daar waren. Ja. En dan zijn ze kwaad geworden, is een discussie geweest, want er is zelfs bijna een handgemeen geweest tussen iemand van bestuur en de vader van Messi. En dan is Messi moeten vertrekken. Maar hij is moeten vertrekken. Dus ze hebben tegen hem gezegd van, kijk, nee, je kunt niet blijven. Maar het heeft toch lang geduurd voordat hij bij PSG getekend had ook natuurlijk. Hè? Het heeft niet lang geduurd. Maar de periode waar hij wist dat hij moest vertrekken en de periode dat hij getekend heeft, was toch redelijk... Kort, hè?
In 3 dagen was dat al klaar. Ja, maar dat was toch eerder al geweten dat die... Gesprekken zijn geweest. Die had gesprekken met verschillende clubs gehad. En dat ze toch het gevoel hadden van hij moet... Tot die emotionele vertrek. Dat was toch emotioneel om te zien. Of was dat misschien een beetje gespeeld of niet? Nee, dat van Messi. Zeker niet? Dat van Messi weet ik 100% van... Nee. Flip, als je daar 20... Messi... Allee, omdat hij nooit... Hij heeft nooit echt zijn gevoelens getoond ook, hè, als speler. Voor Barcelona zijn toch? Gevoelens bedoel ik. Allee, als je ziet hoe dat hij vertrok en ik zie hem nog toekomen, een zakdoekvrouw daar aan zijn vrouw, denk ik, of weet ik wel. Allee, dat was toch iets, dat was toch een serieus beeld. Omdat hij niet weg wou. Hè. Goh, man. Dus hij wou niet weg. Hè. Hij heeft dat in die persconferentie ook gezegd, van ik wou niet weg. Ja? Dus ze hebben me nu gezegd dat ik moet vertrekken. Dat is toch erg, man. Dus hij heeft dat rechtuit gezegd, hè, van, hij wou blijven. Hè. Maar ja, het bestuur heeft anders besloten. Hè. En dat begrijpen we de meesten niet. Hè. Dus, Ja, dat kan ik begrijpen natuurlijk. Als dat de reden is, dat de beste speler die er ooit voor Barcelona heeft gespeeld, misschien dat hij dan tegen zijn goesting moet vertrekken. Iets wat we merken nu met de nieuwe bestuur. En nu ben ik zo'n beetje tegen mijn bestuur aan het praten, dus misschien krijg ik van mijn oren zelf. Opletten wat je zegt. Is nee, maar ik heb... Dagen Nederland. Die zijn een beetje... En improviseren, er was geen plan klaar. Als je ziet zo, in Spanje, als je gekozen wordt als bestuur van een club, moet je een borg betalen. Mm-hmm. Dat was 130 miljoen, dacht je, dat ze moesten betalen. En dan op laatste nacht hebben ze die geld bijeengekregen, hebben ze 3 extra mannen op bestuur moeten zetten. En zo, alles is geïmproviseerd. Xavi is nooit de favoriet geweest van de huidige bestuur van Laporta. Die heeft 1,5 maand geleden nog gezegd dat hij niet klaar was voor een ploeg als Barcelona te trainen. En nu onder druk... Ja. Gaat die Xavi halen? Wie was dan wel de trainer? Dat is de grote vraag. Hè. Ah, dus, okay. Wie haalt hij bij Barcelona? Niet Koeman en niet Xavi. Voor hem niet. Hij heeft altijd gezegd, hij wil Koeman niet. En Xavi wil ook niet. Maar heeft hij dan ooit al de vraag gekregen wie voor hem de ideale trainer is? Dat is gevraagd geweest, maar hij kreeg nooit een antwoord. Okay. Terugkerende Pep? Hij is een advocaat die goed kan... communiceren en praten, en die kan zich altijd daar mooi uitpraten. Hè? Dat is misschien nog een goede suggestie. Ja. Pep is de droom, is de droom van elke collega, van elke Barca-supporter. Ja. En misschien als iemand Pep zou kunnen terughalen, dan moet ik ook wel zeggen, dat is Laporta. Ah, zo. Dat is de huidige voorzitter. Maar... Ja, maar er zijn geen centjes. Financieel gaat dat niet. Guardiola, dat is dus de droom van iedere supporter van Barcelona. Ja. En Guardiola heeft altijd gezegd dat die ooit terugkomt naar Barcelona, maar nooit meer als trainer. Oei. Dus die mag als trainer dan? Ja. Dat is ook goed, hè? Nee? Als trainer. De trainer zou ook niet slecht zijn. Zijn er dan andere suggesties hier aan tafel? Om, maar ik denk dat je bij de ideale man zit, hij kent de club van binnen en van buiten. Ik zou niet weten wie ik... Dat moet bijna altijd iemand zijn die gelinkt is aan de club. Hè, daar. Ja. Het kan niet zijn dat er een buitenstander... Maar ook met de nodige ervaring wel. Ik had graag nu in de ploeg gehad García Pimienta. Dat was de trainer die we in de B-ploeg hadden. Mm-hmm. Die heeft al die jongens die nu door zijn aan het schuiven, Balde, Gabi en al die gasten, die heeft hij klaargemaakt, hè? Die heeft hij getraind. Dat is eigenlijk dezelfde situatie dat Guardiola toen meegemaakt had, toen hij de eerste ploeg kreeg. Hè? En ik had hem de kans gegeven. Voor een paar jaar. En dan in die paar jaar proberen financieel de club weer een beetje in balans te krijgen. Die jongens laten roderen. Want nu heb je een ploeg waar heel veel verschil is. Dus je hebt... veteranen die een beetje al over de top zijn. Ja. Je hebt verschillende spelers die geblesseerd zijn. Je hebt veel jonge spelers die het talent hebben, maar die hebben de ervaring niet voor dat op te vangen, die drukte en dat allemaal. Dat was heel... Dus ik zat voor de Champions League, Barcelona, Bayern. Op een gegeven moment komt daar Pedri, Gavi... er was nog een jongen, een middenvelder, ik ben even zijn naam kwijt. Balde als linksachter kwam in de ploeg. Mm. Gasten met ongelooflijk veel talent, je ziet dat. Ja, maar niet tegen Bayern München. Voilà. Dat is jongens tegen mannen. Bedoel, en ik had het gevoel dat Bayern enorm veel respect had, want als ze daar op de gaspedaal duwen, dan was dat 0-5-0-6. Ja, ik had diezelfde gevoel ook met de klassieker. Vraag stellen aan meneer. Stel je voor dat de voorzitter morgen komt met Zinedine Zidane. Wat is je reactie dan als trainer? Ik weet het, is misschien een ambitante vraag, maar... Ik ben geen fan van Zidane trainer. Ja? Omdat hij... Nee. Ik ben niet fan van Zidane trainer, omdat ik hem niet een trainer zie die invloed heeft in zijn ploeg. Mm-hmm. Misschien wel psychologisch, hè? Ja.
Maar niet dat hij zijn techniek op veld of zo, allez, iets in de spel echt bepaalt. Ik weet niet of ik duidelijk uitleg wat ik... Technisch-tactisch. Technisch-tactisch, ja. Dat misschien... Nu, Zidane is een legende in de voetbalwereld. En hij was cool, hè, tot hij in Madrid is gaan spelen. Hè. Is dat een, dat moeten we kan ook dat niet vergeten, een grote rol spelen? Dat hij niet naar Barcelona zou komen, denk ik? Ja, de meeste supporters van de club zouden dat niet aanvaarden. Niet aanvaarden? Ja. Ah, zo erg is dat toch? Ja, bij beide clubs. Hè. Ja, natuurlijk. En dat is iets wat ik wil zeggen. Want de meesten denken dat Real Madrid de aartsvijand is van Barcelona. Dat is niet zo, hè? Niet zo. Onze aartsvijand is Espanyol. Maar ja, dat is... Dus ik heb liever verliezen tegen Real Madrid dan tegen Spanjol. Maar dat is like hetzelfde dan club en ander legt en dat je zo zei in ons aardse ja, de niveau is anders. Maar er is zoveel politiek gemengd in die rivaliteit Barça-Madrid, dat een beetje uit de sportieve context gaat. Mm-hmm. Ja. Maar op sportief gebied, ik persoonlijk zou dat niet erg vinden als een trainer was, waar ik wel zag dat tactisch veel invloed zou hebben. Sorry, maar we gaan stil zijn, we moeten afronden, want de tijd zit erop. Ik zou graag nog heel lang... Interessant. Zeer interessant. Ja, absoluut. Ja. Misschien nog een laatste vraag voor jou, Tony. Is er een moment dat jou is bijgebleven van een ontmoeting met een speler? Eén tijdens het veld. Dus de eerste match die ik met mijn vrouw ben gaan kijken in het buitenland, was Chelsea-Barça. Toen met de goal van Iniesta. Goal van Iniesta. Ah, ja, okay, ja. De laatste 93e minuut. En wij waren achter de goal. We hadden voor ons die journalisten, de fotostrijker en dat allemaal. Hij scoort, dus iedereen van achter die duwde ons naar voren. En dan, wij waren tegen de plaat en Eto'o die kwam naar ons en die had mij vast, mij en twee andere gasten. Dus je hebt je knuppeld met Eto'o. Ja, en dan kwam de steward tussen ons wegduwen. Dat is zo een van die momenten waar je nooit... Fantastisch. Nooit vergeten. Super. Nog een laatste vraagje, even een tour de table doen. Filip, gaan we met jou beginnen. Hoeveelste eindigt Barcelona? Ik zal toch niet plezieren, denk ik. Ik denk derde. Derde. Wes? Ja. Ja, dat is een moeilijke, hè. Dat is gokken. Hè. Maar zoals ze nu spelen, gaan ze tussen 3 en 5 eindigen. Tussen 3 en 5. En Tony? Als Coulet moet ik altijd zeggen, van tot mogelijk is kunnen we kampioen spelen. Als ik praat uit... nuchterheid, dan zeg ik derde, vierde. Derde, vierde? En toch is het optimistisch, vind ik. Daarom zeg ik dat. Ja, als supporter blijf je geloven in je club. Maar goed, als morgen iedereen fit wordt ineens... Dat is maar 9 punten, hè. Ja. Dat is het juist. Iedereen praat zo slecht nu van Barça en we zijn slecht bezig. Maar eigenlijk in Madrid, die zo veel beter zou moeten zijn... Ja. Nog niet zo ver. Maar slecht spreken over Barcelona. Nee, het is gewoon dat de afgelopen jaren dat de lat ligt anders. Ja, dat is het probleem bij de mensen. Ja, de lat ligt veel hoger. Goed, mannen, we gaan het hierbij houden. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studie. Tony Freire, met plezier. Filip van der Wallen en dankjewel Wesley Sonck. En jullie bedankt om te kijken of te luisteren. En graag tot een volgende 11 Insiders. Ciao.